In deze miniserie praat ik over vier grote zegeningen die God voor jou heeft. In de eerste psalm kom je deze zegeningen tegen. En de eerste zegen was dat de man die op Gods weg wandelt, de vrouw die op Gods weg wandelt, gelukkig zal zijn, voorspoedig zal zijn, gezegend zal zijn, te benijden zal zijn. En vandaag wil ik met je hebben over de tweede zegen. Wiens welgevallen, wiens plezier is in het woord van God. God daagt ons uit om zijn woord tot ons te nemen en ermee aan de gang te gaan. Hij zegt, als je welgevallen in mijn woord is, met andere woorden, als je van mijn woord houdt, als je je verdiept in mijn woord, dan zal je ontdekken dat in mijn woord de potentie zit van alle zegen die je nodig hebt. Wauw, wat een uitdaging om de Bijbel te lezen. Wat een uitdaging om te mediteren over het woord van God. En wat een uitdaging om naar gezonde predikingen te luisteren. Je komt er pas achter als je het doet. Wiens verlangen, wiens vreugde is in mijn woord. Die persoon zal gelukkig zijn, te benijden zijn, voorspoedig zijn, gezegend zijn. Dit is de dag voor gelovigen en eigenlijk voor alle mensen om dit te geloven. If not now, then when?